centrum van Hamond Achel liep afgelopen weekend aardig vol voor de 13e Hamontisser. Het komt elk jaar terug en er is van alles te doen voor de kinderen, voor de gewone mensen, voor de oudere mensen. Pinkjes stelen, het sminken. Ik vind het echt goed, het optreden. Ondertussen is het een dorpsfeest geworden, een heel groot evenement waar de lokale verenigingen zichzelf kunnen presenteren op een originele manier via workshops of via eetstandjes. Er zijn ook heel wat deelnemers voor de Groene Halve Marathon. Het gaat wel lukken, zeker en vast. We hebben deze week 2 keer 11,5. Dus die halve kilometer zal nog wel lukken. We zitten momenteel met ongeveer een 360 kinderen en een 400-tal lopers die meedoen met de 12 kilometer, met de 21 kilometer en dan het skileren ook de 12 en de 21 kilometer. Zeker gezellig, hè? Je ziet iedereen samen en het is een leuk initiatief. Ik geniet ervan, dat geeft mij vrijheid en die blindheid, dat gaat bij mij weg. Als ik loop, dan voel ik me niet meer blind.